Deze fietser keek even raar op vandaag. 245 ooien liepen namelijk door de straten van Assen om van hun vaste plekje in Loon naar het winterverblijf bij Witte te lopen. Zo'n tocht kunnen de schapen natuurlijk ook met een vrachtwagen maken, maar dit is het tweede jaar dat de schaapsherders er expres voor kiezen om dat juist niet te doen. Maar eigenlijk vinden we het zo uniek dat Assen een stadskudde heeft en dat willen we graag laten zien aan de mensen. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk dat weten, vooral hier in Marsdijk. Maar heel veel mensen in Assen weten niet dat ze zo'n prachtige kudde hebben. Maar om die 245 schapen goed over de openbare weg te manoeuvreren, dat is nog een behoorlijke klus. We gaan natuurlijk wel over de weg. Dus alle mensen die met de auto langskomen, ja, die moeten even stilstaan. Tuintjes moeten we in de gaten houden, want de schapen mogen graag natuurlijk overal een hapje uitnemen. Dus dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat alles netjes en geordend de weg op gaat. Ik heb vroeger vaak gesponnen en geweven, en ook met wol van de schaapjes, dus ik ben daar echt helemaal gek van, die schaapjes. Heel veel schapen. Heel veel schapen. Ja. Nederlandse vlagschapen, rood-wit-blauwe schapen. Ja toch? Die kunnen ze wel vaker doen, zulke dingen. Nee, want er mag best wat meer in de stad gebeuren. Dus, U bent enthousiast? Jawel, jawel. Dat is wel een leuk idee dus.